Ik moet even opnemen. We gaan naar Efeze 1, vers 13. Het vervolg over het woord de waarheid. Ik wil dat eigenlijk wel vandaag af hebben. En dit is de vierde vermelding van het woord de waarheid. Het zijn, even kijken. 1, 2, het zijn 7. 4 keer bij Paulus en 3 keer buiten Paulus. Dat we schrijven over het woord de waarheid. Dat we dat vinden. Oké, okay. Efeze 1, vers 13. Nou, die teksten kennen wij natuurlijk. Hè. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid. En die zegt hij tegelijk achteraan. Namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Ja, hij noemt het hier het evangelie uw zaligheid, ja? Het evangelie van uw zaligheid. Wat is dat evangelie van uw zaligheid? Dus hij noemt het woord de waarheid, dat hebben ze gehoord. Hè? Dan heb je weer gehoord. Horen is door, hoe zegt het ook weer? Geloof. Geloof is door het horen. En het gehoor is door het woord van God. Dus hier komt het woord van God. Ja, dat hebben ze gehoord. Het woord de waarheid. Maar dan specificeert hij het evangelie uw zaligheid, dat ze dat hebben gehoord en dan ook daarna geloofd hebben. Maar het evangelie van uw zaligheid, ik ben ook met de serie bezig, maar dat doe ik pas, over 2 weken ga ik weer verder daarmee, over de evangelie in de Bijbel. Ja? Wat is het evangelie van uw zaligheid? Want zaligheid is niet iets wat Paulus alleen overspreekt, gelukkig niet. Voor Paulus moesten ook mensen zalig worden en na Paulus moeten ook mensen zalig worden, ja? Dus het goede nieuws van uw zaligheid. Nou, ik ga er niet heen, maar dat weten we. 1 Korinther 15, vers 3 en 4. Ja? Christus stierf voor onze zonde en is opgestaan voor onze rechtvaardigheid. Dat is het evangelie van uw zaligheid. Punt. Nou, dat is niet het evangelie van uw zaligheid als we naar Handelingen 2, vers 38 gaan. Want dan is het, bekeert u en laat u dopen tot vergeving der zonden. En dan zult gij de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Hier zegt hij, nee, hier is het evangelie van uw zaligheid. Dus Paulus zegt dat. Dus ik zoek ook in zijn brieven, wat is dan die zaligheid? Nou, dat heb ik net gezegd. En je leest ook in Romeinen 4 vers 24 en 25, of 25 en 26, 24 en 25 geloof ik. Ja, die overgeleverd is om onze zonde en is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Heb je er weer een? He, of dat gij zult met uw hart geloven, de Heer Jezus. Dat wilde zeggen, wat hij gedaan heeft natuurlijk. En dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Enzovoort, enzovoort. Dus ik zit waar ik zijn moet. Ja, in zijn brieven. In het woord der waarheid. Wat voor mij in deze bedenkte genade geldt. Rechtgesneden. Nou, dat is het evangelie van zaligheid. Waardoor ik zalig word. En dan zie je ook gelijk eraan gekoppeld. Als je het gelooft. Dan ben je onmiddellijk verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Nou, dat zijn toch niet veel mensen die dat weten, ook in de christelijke wereld. Ik sprak gisteren in de winkel bij iemand nog, en die ken ik, een Katwijker trouwens. En daar heb ik gewerkt, een heel aardige man, krijgt over de kerk. En vorige keer dat hij kwam, hadden we juist in het dorp staan evangeliseren. Dus had ik even met hem een praatje over gehad. Toen kwam ik ook achter dat hij ook gelovig was. En toen kreeg ik het ook over, ja, over genade en dat soort dingen. Ja, wat is genade? Geef de invulling er maar aan. De christelijke wereld gebruikt allemaal genade, maar bedoelen ze ook allemaal hetzelfde? Uit genade ben ik zalig geworden, ja, ja, ja. Maar als je nou dat en dat en dat, ja? Want als je zegt ja, want je bent uit genade zalig geworden, ja. Dus je niet door je werken, nee. Dus je kan het ook niet door je werken kwijtraken, nee. Maar als je dan gaat zeggen, een bepaald werk dat heel erg is, bijvoorbeeld je geeft iemand een knal voor zijn hoofd, of hij laat het leven erbij, ja, maar dat doet een gelovige niet. Nee, oké, okay, maar stel je voor. Wij krijgen slaande ruzie en ik, al doe ik het maar per ongeluk. Geef je een klop en dan zie je gelijk goed stil. Dan gaan we het opnadenken. En dan zie je, hij begrijpt nog niet wat de genade is. Ja, het is puur uit genade, ja. Dus niet door de werken kan ik het krijgen. Ik kan het ook niet door de werken kwijtraken. En dat is echt de zaligheid. En ik ben op dat moment, en dan zeg ik ook, je weet toch, je bent verzegeld met de Heilige Geest en de belofte. Nou, soms zeg maar ja, maar dat weet ik gewoon, zie ik gewoon. Ik weet niet waar het staat. Nee, precies. Dus waar zit jouw zekerheid? En dan krijg je ja, maar als je dus echt Christus in je woont en dan krijg je allemaal eigenlijk
een menselijke uitlegging, maar ik hoor een Bijbeltekst. Dus zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar als het nou heel slecht gaat, wat dan? Kijk, zie je? En onze kracht zit in dat woord en waarheid. Rechtgesneden, dat moet je weten. Dit. Nou, verzegeld met de Heilige Geest de belofte. Nou, oké, okay, dat noemt Paulus in feite dat evangelie van uw zaligheid. Wat zegt hij hier? Het evangelie uw zaligheid. Dus als moet je goed lezen, dat is bijzonder. Uw zaligheid. En tegen wie spreekt hij? Tegen het lichaam van Christus. En dat bestaat voor 99% uit heidenen. Dus dan zie je ook gelijk een specificatie. Uw zaligheid, dat is waar je ook maar zit op deze aardbol. Nou, dat is natuurlijk bij de evangelie, is dat niet zo. Dat spreekt heel specifiek. Christus zegt, ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israël. De verloren schapen, waarom? Om hun zalig te maken. Hij zegt ook, in de evangelie lees ook, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Heb je daar eens goed over nagedacht? Een kind van God, als je een kind van God bent, dan ben je toch al zalig? Als je zijn volk bent, is het lichaam van Christus het volk van nu van God? Ja. Waarom? Wij zijn allemaal zalig. Dus wij zijn zalig gemaakt en toen werden wij zijn kind, zijn volk. Maar tegen Israël, hij werd geboren, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus Israël was al het volk van God, maar moest nog wel zalig gemaakt worden van hun zonde. Zie je dat het totaal anders is. Israël is Gods volk, maar moest nog wel van hun zonde verlost worden door het kruis. Nou, en dat is terminologie die voor ons natuurlijk niet geldt. Iedereen is een zondaar en je moet gewoon gered worden van zijn zonde. En je bent absoluut niet van zijn volk. Dus evangelie van uw zaligheid, hij kwam voor de verloren schapen van het volk Israël. En die moesten zalig gemaakt worden. Maar dat spreekt wel over Israël. En Paulus spreekt nu over het evangelie uw zaligheid, Jood en Heiden. Iedereen. Want iedereen is verloren. En het is niet specifiek tot één groep gericht. Het is tot heiden. Dat is bijzonder. En daar noemt hij dat in Galaten ook het evangelie van de vooruit of van de onbesnedenen. Dus het evangelie van uw zaligheid is het evangelie van de vooruit. Ten opzichte, tegenovergestelde van het evangelie van de besnijdenis. Want dat gaat zo meteen weer komen. Dat evangelie moeten we niet hebben. Dus het woord der waarheid, het evangelie van uw zaligheid. Dan spreken we daarover. Nou kijk, Handelingen 2 vers 39 even. Handelingen 2 vers 39. Dan zie je dat, heeft hij dat tegen het volk Israël gezegd. En Israëls verwachting van verlossing was natuurlijk heel anders. Kijk, hier hebben ze gekruisigd. Ze krijgen ook weer de ruimte om zich te bekeren van de kruisiging. Maar Israël verwacht een verlossing van wat? Van hun vijanden. En waarom waren ze onder vreemde overheersing? Dat was een oordeel van God, omdat ze in zonde hebben geleefd. Dus Israël moest op twee manieren verlost worden. Ze moest gezalig gemaakt worden van hun zonde, maar voor hun ook dat ze werden verlost, want zalig maken, verlossen, ook uit de hand van de vijanden, uit de heidense overheersing, want zij horen te heersen. Het is heel anders als bij het lichaam van Christus, ja? Daarom zie je heel duidelijk dat wij moeten heel duidelijk het woord recht snijden, anders gooien we de boel door elkaar heen. Nou ja, oké, okay. En dan zie je dus in Handeling 2 vers 39, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Nou, duidelijk spreekt hij tegen Israël. Uw kinderen, de belofte, wat voor belofte? Ja, de belofte komt hun toe en die daar verder zijn, Israël in de verstrooiing. Dat komt hun toe. Nou, en hij noemt hier, kijk als je in 4 vers 12 kijkt. 4 vers 12. Dat evangelie en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Evangelie van hun zaligheid. Maar dan zien we, let op, het woord de waarheid. Dit is niet het evangelie. Wij moeten ook natuurlijk gered worden. Maar Israël moest op dat moment zalig worden. Dat was de allerlaatste kans. En er is geen ander. Natuurlijk, voor ons, wij weten ook, er is geen weg buiten de Heer Jezus Christus.
Maar hier spreken we over dat ze hebben de Messias die voor het volk Israël kwam, hebben ze gekruisigd. Ja? En je moet nu door hem zalig worden. Want anders komt hij terug om te oordelen. Op dat witte paard. En is het gebeurd met jullie. Dus je moet nu de keus maken. Word behouden van dit verkeerde geslacht. De verloren schapen van het volk Israël. De belofte komt jullie toe en je kinderen. En als hij dat zegt, hè, de belofte. Hè, als je terug naar 2 vers 39 gaat. Kijk, er staat, want u, Israël, komt de belofte toe. Wat is aan Israël beloofd? Paulus spreekt tegen ons, hè. Gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat der belofte, ja. Dat zit aan het evangelie van de zaligheid vast. We geloven het en op dat moment worden we verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Is wat aan ons beloofd dan? Nee. Nee, helemaal niet. En is aan ons niks beloofd. Ja, voor de grondlegging der wereld heeft God dingen aan zichzelf beloofd. Ja, een afspraak gemaakt, een plan gemaakt. Maar de belofte, kijk, als we kijken naar de belofte, wat bedoelt hij dan ermee? Nou, kijk in Handelingen 7, vers 17. Dan gaan we naar Stefanus, de reden. En dan zie je in vers 17, maar als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had, genaakte. Wie zet volk en vermenigde vulde in Egypte. Wat was nou aan Abraham beloofd? Een land. Een groot volk. En ze zaten in slavernij. Maar de tijd was zover dat God zou hun gaan verlossen. Om wat? Om hun naar dat beloofde koninkrijk te brengen. Dat is de belofte aan het volk Israël gedaan. Ja? En je kijkt, als we verder kijken. In 26 vers 6, Handeling 26 vers 6. Spreekt Paulus ook over die belofte. En dan denk je, hey, net zoals evangelie van de zaligheid. Wat bedoelt hij nou? In Handelingen 26 vers 6 zegt hij ook. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is. Weer die der belofte. Dus Paulus spreekt ook over de belofte. En Paulus spreekt over, ik word geoordeeld over de hoop van de belofte. Wat was nou de hoop van de belofte? De belofte is het koninkrijk wat beloofd is aan Israël. De hoop om erin te komen is de opstanding. Nou, dat heeft Paulus verkondigd. En dat heeft Petrus ook verkondigd, de opstanding. Dus aan hun is iets beloofd, het koninkrijk. Door de opstanding kom je in het koninkrijk. En Israël ontvangt de Heilige Geest. Om in dat koninkrijk te komen. Want zonder Gods geest, die in jou woont, die moet in jou wonen, kan Israël het koninkrijk in. Die is ook aan hun beloofd. Wanneer is de geest beloofd aan het volk Israël? Nee, we gaan nu naar Efeze 2 vers 12. Efeze 2 vers 12. Efeze 2 vers 12. Kijk, dan spreekt hij over de heidenen. In wat de bedelingen en Gods plan betreft, zegt hij dat gij in die tijd, Efeze 2 vers 12, voor de Paulus kwam, waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte. Dus van de verbonden van de belofte. Dus God heeft een belofte gedaan, maar hij heeft ook verbonden erbij gesloten. Want alleen door die verbonden gaan ze het koninkrijk in. Nou, verbond van het land en natuurlijk het volk en ook van de troon, David. De Heer Jezus gaat regeren, de zoon van David. En hij heeft nogal beloofd. Dat is het nieuwe verbond. Ja? Dat zijn de verbonden van de belofte. Wij waren vreemd aan die verbonden. Verbonden van de belofte. Je hebt belofte van het koninkrijk. En daaraan gekoppeld heeft hij verbonden gesloten. Nou, onder de wet konden zij het koninkrijk niet in. Daarom heeft hij dat nieuwe verbond gesloten. En dat weet hij, Jeremia. En zegt hij, ik zal mijn geest in het binnenste geven voor jullie. En dan kunnen zij het koninkrijk in. Nou, wat zien we gebeuren met Handelingen 2? Ze krijgen de geest en ze kunnen het koninkrijk in. Nou, als Paulus zegt. Nou, laten we even naar Ezechiël 36, vers 27 gaan. Dat wil ik toch even lezen met jullie. Ezechiël 36, vers 27. Kijk, daar staat het. En dat is ook wat Jeremia 31 leert, ja? Dan zegt hij tegen Israël. Ik zal mijn geest geven, kijk, in het binnenste van u hebben we het weer, hè? De inwendige mens. Wij hebben ook
dat die werkt in inwendige mens, alleen niet in die manier zoals het hier staat. Zij kunnen door die geest de wet doen. Als wij dat gaan doen nu, dan weten we, dat werkt bij ons zo niet. Wij kunnen alleen door het woord en waard rechtgesneden, zal de geest in de inwendige mens werken. Ja? En dat zijn genade ons gaat veranderen. Hier gaan zij de wet, kijk maar, ik zal maken dat gij in mijn inzettingen, de inzettingen van de wet, zult wandelen. Ezechiël 36, vers 27. En mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Nou, ik ga natuurlijk niet vergeestelijken, maar je ziet hier dat Israël, ze hebben de belofte van het koninkrijk. Nou, een heleboel zijn er dood gegaan, dus de hoop om erin te gaan is door de opstanding. Maar dat is niet genoeg. Je moet ook de Heilige Geest hebben. En dan kan je ook in zijn, want de wet zal uitgaan in het koninkrijk. Israël zal het gewoon kunnen leven. Want de wet is in hun harten geschreven. Door de geest. En die is beloofd met het nieuwe verbond. Nou, als wij terug naar Paulus gaan, in Efeze. En hij zegt, Efeze 1 vers 13. Dus nogmaals, dat evangelie van uw zaligheid. Ja, het woord de waarheid. Dan zien wij, als we dat zo samenvoegen. Ik lees het nog even in vers 13. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord de waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest en belofte. Wat zij hebben door die verbonden, wij hebben geen verbonden, hebben wij nu door genade. Want aan ons is ook iets beloofd. Aan hun is beloofd een koninkrijk, ja? En het is diezelfde geest die aan Israël ook beloofd is om een koninkrijk in te gaan. Wij komen in het Oude Testament niet voor. Maar het is wel, net zoals wij ook van hetzelfde bloed de verlossing hebben als Israël, zometeen, hebben wij natuurlijk ook van diezelfde geest, is dezelfde geest, die aan Israël beloofd is, zij door het verbond, wij nu door genade, door het geloof, door het in het evangelie van onze zaligheid, Christus die voor onze zonden is opgestaan. Kijk in vers 14, hebben wij die geest gekregen. Ook, want aan ons, wij hebben ook een belofte, kijk, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijn heerlijkheid. Nou, wat, wij hebben dus die geest tot onze erfenis. Wat is onze erfenis? Een koninkrijk in de hemel. En dat eeuwig in de hemel. Zonder deze geest gaan wij dat koninkrijk in de hemel niet in. Net zoals met Israël. Dus wij hebben ook, net als zij, diezelfde geest nodig. Alleen wij krijgen het door het geloof in het evangelie van behoudens wat Paulus verkondigt. En niet op basis wat Peters verkondigt, zie je dat je recht moet snijden. En dan hebben wij de Heilige Geest van de belofte. En tot de verkregen verlossing. Wij zijn verlost. Maar er komt een dag, de dag der verlossing, dat wij zullen worden opgenomen. En dan gaan we de Heer tegemoet, het koninkrijk in. Zie je? Tot de verkregen verlossing is het onderpand. Dus het lichaam van Christus krijgt door genade de Heilige Geest van de belofte. Ja, om ook in te gaan. Maar ja, let op. Het is een andere evangelie van de zaligheid en het is een andere bestemming, maar het is wel dezelfde Heilige Geest. Net zoals Paulus zegt, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Ja? Met ons is het niet afgesloten. Maar de zegeningen van het verbond, vergeven van zonde, de rechtvaardigheid door zijn bloed, dat hebben wij ook. Zij krijgen het door wat daar beloofd is, wij krijgen het door genade. En dat is pas door Paulus geopenbaard. We gaan gauw naar Colossenzen 1 vers 5. Dat staat het woord der waarheid. Colossenzen 1 vers 5. Ik lees vers 3 even. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Dat is wat. Wij hebben liefde tot alle heiligen. Ja? Niet één uitgezonderd. Wij zijn allemaal even lief. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen van de welke gij gehoord hebt door het woord der waarheid. Kijk, hier heb je het weer. Ik heb het gehoord. Hoe? Door het woord der waarheid. Namelijk het evangelie. Dus het evangelie. Het woord der waarheid van het evangelie. Het welk tot u gekomen is gelijk ook in de hele wereld. En het brengt vruchten voort. Gelijk ook onder u van die dag af dat gij gehoord hebt. En de genade Gods in waarheid bekend hebt. Daar gaat het om. De genade Gods.
in waarheid bekend. Hij spreekt over het woord de waarheid, het evangelie. En dat heeft, is tot hun gekomen. Ze hebben het gehoord. Kijk maar in vers 7. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras. Nou, Epaphras was iemand, Efeze, dat is Colossense, ligt in de buurt bij Efeze. Efeze, Epaphras heeft het gehoord in Efeze, want heel Azië hoorde het, wat Paulus daar aan het doen was. En Epaphras is daar geweest en die is teruggekomen en die heeft daar het evangelie verteld wat hij van Paulus heeft gehoord. Hij heeft dat in waarheid bekend, gehoord. Dus geloven is door het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar dan moet je geloven, je moet het horen, maar je moet het wel in waarheid bekennen. En zeker met deze boodschap van genade weten, maar je moet het in waarheid bekennen. Dat is voor mij voor vandaag. Paulus is mijn apostel. En hij spreekt over vers 5. De hoop die u weggelegd is in de hemelen. Nou moet je opletten. Van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid. Dus ze hebben het gehoord van tevoren. Hij schrijft hun de brief, maar ze weten het al, want ze hebben het van Epaphras gehoord. En die heeft van Paulus gehoord. Niet van Petrus. Maar als je niet het woord der waarheid, wat bedoelt hij hier? Kijk maar mij naar 1 Petrus. Ik zet ze tegenover elkaar, omdat je hebt vaak begrippen die gewoon hetzelfde zijn. Ja? Ja, ik bedoel, Petrus spreekt ook over genade. En al dat soort dingen. En over de gemeente. Alleen, mensen, wij begrijpen de Bijbel nooit als wij niet rechtsnijden. Nooit in te nemen. Alleen als je het woord en waarheid rechtsnijdt. En dan zie je 1 Petrus 1 vers 4. Wat zegt Petrus daar? Nou, vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Ja, dat is ook een hoop. Zie je, want hij spreekt over vers 3, over de levende hoop. En dan in vers 4 die erfenis. En die wordt in de hemelen bewaard voor u. En Paulus spreekt ook over de hoop die voor ons weggelegd is in de hemelen. Dus ja, dat klinkt heel erg. Dat je denkt, nou ja, voordat je niet recht snijdt, dan leg je dat gewoon op één hoop, toch? Nou, ten eerste spreekt hij in vers 1 tegen wie? Ja? Niet aan het lichaam van Christus. Hij spreekt over wedergeboorte. Ja? En dat bedoelt hij mee, Israël, Paulus spreekt nooit over wedergeboorte in feite. Ja, wij moeten opnieuw geboren worden in die zin. Je bent een zondaar, in zonde geboren, en dan moet je, kom je tot geloof en dan word je opnieuw geboren uit het woord van God, zeker. Maar Israël, we zagen het net al, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Fysiek was God, is al het volk van God, maar geestelijk nog niet. Dus daarom zegt hij, Israël moet wedergeboren worden. Ze moeten nog een keer uit God geboren worden, maar dan geestelijk. En daar spreekt hij, zie je. Je kan niet zomaar één tekst pakken. Je moet het in zijn context lezen. En dan met de andere teksten en de brieven erbij. En dan zie je, dat staat hier ook, hij bewaart het in de hemelen voor u. Dat wil zeggen, de nadruk ligt op het bewaren. Ik bewaar iets. En wat doe ik dan? Ik bewaar iets, bijvoorbeeld in, weet ik veel, geld in een kistje. Bewaar het. En dan kan ik het een keer uitpakken om het te gaan gebruiken. Dus het is tijdelijk. Breng je geld toch niet aan de bank te bewaren, gewoon tot je doodgaat. En dan heb je er aan. Nee, je bewaart het. Dat niemand eraan kan komen. Dus het wordt beschermd. Omdat je het een keertje kan gebruiken. Hier ook, het wordt bewaard. Maar het gaat niet zozeer, kijk, dat het. Het gaat niet. Kijk, bij Paulus spreekt hij over. Dat het wordt, waar zegt hij ook weer? Het is voor ons weggelegd in de hemelen. En dat is blijvend. Snap je het verschil? Voor ons is het weggelegd, want onze erfenis is in de hemelen. Dus die gaan wij krijgen als wij erheen gaan. Maar hier lezen wij over Petrus. Die zegt, het is weggelegd in de hemelen. Ja, wat gebeurt daar? Dat blijft daar niet. Kijk bij mij in Lucas 19. Christus, we weten, hij komt nog twee keer. Maar naar de aarde komt hij nog één keer. Hij komt eerst voor ons en dan komt hij terug naar deze wereld. En dan neemt hij dat mee wat hij daar bewaard heeft.
En de bedeende genade, ja, die zit ertussen, dus het is nog steeds niet gebeurd. Maar in Lucas 19, vers 10 zien wij staan, de Zoon des Mensen is gekomen, 19, vers 10, Lucas, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dan spreken we over de verloren schapen van het huis Israëls. Lucas 19, vers 10. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, opdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond. De koning komt, daar heb je hem. Het gebeurt. Zou openbaar worden. Maar dan zegt hij, dan maakt hij de gelijkenis. Hij zeide dan, een zeker welboren man reist in een vergelegen land. Dat is Christus. En die gaat terug naar de hemel. Kijk, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Wanneer ontvangt hij dat? Inderdaad, na zijn kruising, opstanding, komt hij bij de Vader en ontvangt hij het koninkrijk. Komt hij dan gelijk terug? Nee, we weten, dat is door de bedenkende genade nog tegengehouden. En geroepene, en dan en zie je een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Dat is de tweede komst. Nou, dan zie je over die 10 ponden. Doet handeling tot ik kom en dan krijgt de een zoveel ponden. Ik ga dat niet allemaal lezen. De een die veel gearbeid heeft veel en degene die weinig, weinig. Zie je dat gaat? Dus hij is boven. De apostelen, de kleine kudde, die doen hun werk voor de koning. En dan komt de koning komt naar beneden. En dan gaat hij dat loon uitdelen. Wat weggelegd is in de hemel. Ja? Bij ons ook zo. Wij krijgen ook loon. Alleen wij gaan erheen. En wij krijgen het daar. Maar met Israël kan dat niet. Want die gaat, Christus komt naar beneden. Dus het wordt opgeslagen, bewaard, en dan komt hij naar beneden. En dan gaat hij het uitdelen. Kijk met mij even in Openbaring. Ja, Openbaring 22, vers 12. Helemaal aan het eind. Openbaring 22, vers 12. En zie, ik kom haastelijk. Nou, dat is dus nu inmiddels al 2000 jaar geleden. Daarna weten, als je niet recht snijdt, zeg je, waar blijft hij dan? Hij is er nog steeds niet. Dat kan je toch geen haastelijk noemen? Dan kan je weer wegredeneren. Ja, nee, maar bij God is 1000 jaar, 1 dag. En, nee, hij zou haastelijk komen, want hij stond klaar bij Stefanus om te komen. Maar hij kon niet. Kijk, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Zie je? Dus de hoop die is weggelegd in de hemel. Natuurlijk, de erfenis die ook Israël krijgt, zijn koninkrijk, gaat hij beneden op aarde vestigen. Maar je ziet hier, hij neemt het mee, het loon. Dat is al die tijd, is het daar bewaard gebleven. Ja, en hij brengt het naar de aarde toe. Ja, en hoe zit het dan bij ons? Als Paulus zegt, ja, ga mee naar Efeze 2 vers 6. Als Paulus spreekt over de hoop, ja, die voor ons weggelegd is in de hemelen. Ja, als je het woordje hemel ziet, kijk, dit is doop. Water. Ja, nee. Doop is water, maar doop is ook vuur. Doop is ook door de geest, ja, zie je maar. En Efeze 2 vers 6, het is weggelegd in de hemelen. En Peter spreekt over bewaard. En nu waarom? Bij Paulus zegt hij weggelegd in de hemelen. Omdat dat is onze locatie waar onze wandel reeds nu is. 2 vers 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dus als wij daar reeds gezet zijn, ja. Als wij sterven, dat is ons thuis. Dat is het. En daarom is het weggelegd in de hemelen. In Efeze 1 vers 3 ook, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Waar? In de hemel, in Christus Jezus. En je kan het hele stuk lezen over al die zegeningen. Ja, het zijn geestelijke zegeningen. Want wij gaan naar een geestelijk koninkrijk. Dat wil nu, we zien het niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Engelen zie je ook niet. Ze bestaan wel. Wij zien ze niet. Denk aan Elia, hè? Open hem de ogen. En toen zag hij ze, al die vurige paarden en die engelen. Het bestaat wel, maar het is geestelijk. En zo ook onze zegeningen zijn geestelijk. Hij heeft ons uitverkoren. We zijn verordineerd. We zijn begenadigd in de geliefde. Wij hebben de verlossing. Wij zijn bekendgemaakt met alle wijsheid. Hij heeft zijn plan
naar zijn welbehagen aan ons geopenbaard. En dan in vers 11, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, naar de voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Hij werkt alle dingen uit volgens zijn plan. Let op, woorden waarheid. Paulus spreekt over de raad van zijn wil, nu in deze tijd, in verband met alles wat in de hemel is. En daarom, onze hoop is daar weggelegd, want dat is ook onze bestemming. En in de hele wereld, ja. Dus Colossense, dat wil zeggen, ook even de Colossense terughouden, ik moet opletten naar de tijd. Colossense 1, vers 5, dat hij zegt, nogmaals, om de hoop die u weggelegd, waar is mijn hoop? Mijn hoop is Christus, mijn hoop is de opstanding. Want in hem heb ik de opstanding. En dat ik eenmaal bij hem zal zijn, dat hij mij komt halen. En zo zullen wij, wat zegt hij, altijd bij de Heere wezen. Om de hoop die u weggelegd is, Colossense 1, vers 5. In de hemelen, en daar blijft het ook, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, zie je het? Door het woord der waarheid. Let op. Niet de hele Bijbel. Kan niet. Namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de hele wereld. Zie je, dat woord der waarheid is naar de hele wereld gegaan. Petrus is altijd binnen de grenzen gebleven. Hij is even naar Antiochië geweest, toen bij Paulus. Ja, en daar werd hij nog bestraft door hem ook. Maar voor de rest, zij bleven in Jeruzalem en het was stopgezet. En je hoort helemaal niks meer van Petrus aan het eind van de handelingen. Hoor je hem helemaal niet meer. Het speelt helemaal geen rol meer. Petrus was voor Israël en dan pas kwam de rest aan de beurt. Paulus zegt hier, het is tot u gekomen. De Colossense, die zit in Azië, buiten Israël en in de hele wereld. Jood en heiden. Die hoop is voor de Jood en heiden en dan in een hemels koninkrijk. En het brengt vruchten voort gelijk ook onder u. Vanaf de dag dat je het gehoord hebt. Als je dit erkent in waarheid, wat zal er dan gebeuren met je? Zal het vrucht opbrengen. Alleen dan. Maar dan moet je dit wel in waarheid bekennen. Dan zal je zelf de bekrachtiging ervaren. En het zal ook, ook vruchten. Want onder de wet, wat kon ik? Zegt hij alleen maar voor de dood vruchten dragen in Romeinen 6. Ja. Nee, het gaat om de genade Gods in waarheid bekennen. En dan bedoelt hij, ik, apostel Heidenen, met het evangelie van Gods genade in de bedelende genade. Maakt hij heel duidelijk onderscheid, ja. Nou, nu, daarom, dit wetende, Jood en Heiden geven verschil de hele wereld. 2 Timotheüs 2, vers 15. Daar zien we het de zesde keer staan. Snijd het woord der waarheid daarom recht. 2 Timotheüs 2, vers 15. Ik heb het vorige keer ook al even gelezen. Benaastig u zelf om u, beijver je om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. De tekst van ons altijd, ja? Die het woord der waarheid recht snijdt. Dit is zijn laatste brief. De Bijbel is compleet. Profetie is compleet. De verborgenheid is compleet. Het is allemaal samengesteld in één boek. Het wordt gekopieerd, uitgegeven. Ik heb het hele woord der waarheid. Paulus zegt niet alleen ik heb de waarheid. Maar ik moet wel het woord der waarheid recht snijden. En dat hebben we nu gezien een aantal keren. Als je dat niet doet, dan kom je in verwarring. En waarom? Kijk, in verband met, kijk, het staat in vers 16. Want er zijn dingen die gebeuren. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Spreekt hij over gelovigen, ja? En hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Mooi vers om aan de mensen te laten zien. Als je over kanker spreekt. Toen ik dat had ook, met die blaaskanker, dan zei ik, ja, tegen mensen, maar staat... Mensen die ook naar de kerk gingen, ik zeg, maar kanker staat ook in de Bijbel. Oh ja? Dat kan niet. Ja, het staat er echt. En het staat ook, weet je, ook gelijk een mooi omschrijving wat kanker is. Het eet je op. Dat klopt. Maar hier spreekt je over het woord. Er zijn mensen die, kijk in vers 18, van de waarheid zijn afgeweken. Ja. Zeggende dat de opstanding alreden geschied is en verkeerde sommigen geloof. Zie je dat de vruchten verdwijnen. Je gaat iets verkondigen, want ze zeggen dat de opstanding geschied is. Nou, als je dat zegt, dat betekent, als hij nu zegt, ja, de opstanding is al geschied, dat betekent dat wij hier nog zitten, dat de opname geweest is. Dat is een onderdeel van het evangelie van Paulus. Dus die zitten daar in de gemeente, die zeggen, ja, de opstanding is al geschied. Wij kennen ook leerling, hoor. Handeling 28, leerling bijvoorbeeld. Of de alverzoeningsleerling. Die praten ook allemaal over Paulus. Maar ze zijn van de waarheid wel afgeweken, hoor.
Absoluut, want het is absoluut niet hetzelfde. En het is absoluut een valse leer. Nee, hier ook. De opstandingsreed geschiet. En ze verkeren sommigen geloof. Want ze zijn afgeweken van de waarheid. Dus Paulus zegt, wacht even. Dat zijn mensen die zijn dus overgegaan naar een ander evangelie. En die noemt hij vervloekt. En het eet voort als een kanker. Dan moet je een halt aan toebrengen. Want voor je het weet, is de hele gemeente. En het geloof van hun wordt omvergeworpen. En dan heb je geen vruchten. En je komt zelf ook in verwarring. Daarom snijdt het woord de waarheid recht, zegt hij. Want dat is niet wat ik leer. Maar kijk in vers 20. Dat hebben we nou eenmaal. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. Sommige ter ere en sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, dus daar afstand van neemt. Reinigt, ja? Apart zet, die zal een vat zijn ter ere. Geheiligd en bekwaam tot het gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Zie je het? Als je daarvan heiligt, dus apart zet, ja? Paulus zegt, wijkt af ervan. Of zet ze eruit. Of eerst van maanden twee keer en als het niet luistert en niet wil luisteren, weg. Het woord der waarheid, dat moeten we recht snijden en daarvoor staan. Nou ja, kijk, en dat moeten we nu allemaal doen. Kijk, het wordt steeds slapper en slapper, het christendom. Dit is voor mensen zo zware kost, dit. En voor ons. Jullie zullen heel veel dingen zeggen, ja, dat weet ik, dat hebben we al gelezen. Ja, dat klopt, voor ons is het. Ja, en we groeien en groeien steeds meer. Maar het christendom zelf is heel erg zwak. Omdat ze zijn van de waarheid afgeweken. En dan zie je de ene die zegt met genezingen. En de ander zegt, het moet je goed gaan. En dit en dat. Het is allemaal van de waarheid afgeweken. En de een gelooft in de opname. En de ander gelooft helemaal niet in de opname. Er zijn mensen die geloven in de opname. Maar oké, en dan kom je daarna kom je weer terug naar de aarde. Volgens mij is dat de handeling 28 theorie. Of de opname komt na de grote verdrukking. Of tijdens de grote verdrukking. Al dat soort dingen. Allemaal van de waarheid afgeweken. Als je bij de Paulus blijft. Pas boem. Nou, dan is het gewoon gaan. Geen probleem. Dus ja, dan zie je dus het resultaat. In vers 26. Als je bent afgeweken van de waarheid. Als je het woord der waarheid niet recht snijdt. In vers 26. En zij wederom ontwaken mochten. Kijk. Uit de strik des duivels. Als je van de waarheid afwijkt, dan zit je in de strik van de duivel. Dat is precies wat hij wil. Je mag best naar een ander evangelie. Je mag best naar een. Praat maar over de Heer Jezus en de evangelie. Praat maar over Petrus, wat we net deden. Wij maken elke keer onderscheid. Maar gooi het maar bij elkaar. Of ga maar naar de evangelie. Geen probleem. Gaan we allemaal de Heer Jezus heel groot maken. Ja? Maar niet naar de openbaring der verborgenheid. En als je dat doet, zit je precies in de strik van de duivel. Het is helemaal zo. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het. En daarom zitten wij ook natuurlijk niet met een zaal met 1000 mensen. Satan, die is volop bezig om de mensen te verblinden. Dus nu zie je, dat is het resultaat. Even kijken, 2 Timotheus 2, vers 10, ga ik dat nog doen. Oh ja, 2 Timotheus, even kijken. Nee, dat hebben we net al weten. Ja, hoofdstuk 4, vers 2. Daarom, wat moeten wij doen? Predik het woord, ja? Recht gesneden. Wel de hele Bijbel, alle schriften van God ingegeven, 3 vers 16. En dan hoofdstuk 4, vers 2. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. Is het andere geen waarheid dan, de evangelie? Is ook waar. Maar het is niet het woord de waarheid voor ons voor vandaag. Dus je keert je van de waarheid af. Je gaat naar een andere waarheid, maar het is niet voor ons. Want wij spreken over het lichaam van Christus en niet over Israël. En zie je, en keren tot fabelen. Dus ze komen in fabelen terecht. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Want je praat over dingen. Verkoop alles wat je hebt. Dat doet niemand. Dus daar komt een mooi verhaal over. Ja, nee, maar dat is om te laten zien dat je niet zo aan je spulletjes vastzit. Het is wel leuk verteld. Een mooi verhaal. Mooie fabel, zou ik zeggen. Maar het klopt niet, want niemand doet het. Het werkt ook niet. Want het hoeft ook niet.
Maar wees wakker in lijdverdrukkingen. Nou, ik wil de laatste, kan nog even, heb je nog tijd? Ja, maak het even af de laatste keer. Dat is na Paulus in Jacobus 1 vers 18. Nou, wacht, sorry. Kijk, in vers 6 en 7. En dat is wat, dat geldt voor ons. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Het is zijn laatste brief. En Paulus kijkt, ik heb het de loop beëindigd. Hij had een opdracht gekregen. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. En dan zie je dat voor hem de kroon der rechtvaardigheid is weggelegd. Dat is de kroon der rechtvaardigheid, omdat hij heeft het woord der waarheid heeft hij nooit verlaten. En als wij dat ook doen, dan kunnen wij ook zeggen, ik heb het geloof behouden. Want je blijft geloven hoor, ook in een andere evangelie gelooft. Ja. Maar dan heb je niet het geloof behouden. Je gelooft dan wel, maar je hebt niet het geloof behouden. Nou, nu gaan we naar Jacobus. Afsluitend. Zeer interessant tekst trouwens. Ik heb hem vorige keer ook even aangestipt. Jacobus 1 vers 18. Nou, we beginnen natuurlijk in hoofdstuk 1 vers 1 aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Dus weten we gelijk aan wie die schrijft. Belangrijk. En in vers 18, naar zijn wil. Hey, heeft hij ons gebaard. God die werkt alle dingen toch naar de raad van zijn wil. Efeze 1. Hij heeft toch aan ons bekend gemaakt. De verborgenheid van zijn wil. Om alles tot één te vergaderen wat in Christus in de hemel en op de aarde is. Kijk, wacht eventjes. We hebben het hier over Jacobus, de 12 stammen in de verstrooiing. Hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. En hier zien we naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Nou zijn we naar Paulus. Rechtsnijden door het woord de waarheid. Kijk, voor de Jacobus is het ook het woord de waarheid. Maar nu het evangelie van de besnijdenis. En nu gaat God alle dingen naar de raad van zijn wil via dat volk. Voor deze wereld gaat hij nu uitwerken. Dat is de betekenis van de dingen, dat hij al die dingen werkt naar de raad van zijn wil. Het woord de waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Nou, dat is mooi. Kijk met mij even. Hij heeft ons gebaard, zie je het? Dat betekent gebaren, ben je geboren. Israël was al het volk van God. Alleen ze waren nog verloren schapen, geestelijk was Satan hun vader. En nu zegt hij, hij heeft ons gebaard. Hij heeft ze al een keer gebaard, toen ze uit Israël kwamen. Mijn eerstgeborene, mijn volk is Israël, zegt hij daar. En nu krijg je met Israëls volk, die nu uit zijn woord, weer geboren worden. Opnieuw uit God geboren, maar nu geestelijk. Dat is zijn wil, dat wil hij. Want hij heeft een plan met dat volk, met de 12 stammen. Nou, kijk, in 1 Johannes, dat lees je misschien niet al te veel, maar dat is een fantastische brief. En we gaan altijd naar 1 Korinthe 13 over de liefde, maar 1 Johannes staat er vol mee. Maar wat staat in 1 Johannes 5 vers 1? Wat staat daar? En iegelijk, kijk, hij heeft geloofd in het woord de waarheid, Jacobus. En wat was dat dan? Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Dus als je gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dat wil zeggen, voor hun betekent dat wij lezen Christus natuurlijk. Maar als je dat in het Hebreeuws zou lezen, dan is het de Messias. Daar staan wij nooit bij stil, als heidenen. Ik niet tenminste, ik kwam tot geloof. Ik geloof, ja, je bent een zondaar. Nee, ik moet gered worden. Geloof je dat hij stierf voor je zonde? Ja, dat geloof ik. Dat is opgestaan, ja. Ik wist niks over het hoofd van het lichaam van Christus. Ik wist niks over een Messias. Wat betekent Christus nou, de gezalte? Wat betekent Messias voor Israël? De Messias, zegt dat tegen een orthodoxe Jood. Zegt nu tegen een heiden bijvoorbeeld gewoon, hoofd van het lichaam van Christus. Hoofd. Ja, dat is de paus, zal hij waarschijnlijk zeggen. Ja, maar nee, dus voor ons. Maar als je tegen een Jood zegt, je gelooft dat Jezus is de Messias, de Christus, dan gaat hij gelijk naar het Oude Testament. Dat alle beloftes over de Messias, die hun zal gewoon bevrijden van de vijanden. De Messias. En hij zegt, Jezus, nou, dan ben je uit God geboren. Is dat genoeg dan? Ik lees hier niks over zonde, wat Paulus over spreekt, ja? Nee, kijk, hij moet natuurlijk ook geloven. Kijk in 5 vers 5. Wie is het dan die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? En als je naar Johannes gaat, ook te lezen, ze moeten geloven, hij is de Zoon van God. En dat hij dus de Messias is, die zich gekruist had hebben. Het is heel belangrijk, de beloofde Messias. Dat ontbreekt bij ons.
Omdat het is aan hun gebeloofd. Wat is aan ons beloofd? De Messias? Helemaal niet. Wij spreken over het nu inderdaad, maar dat weet ik achteraf, over het hoofd. Hij is mijn hoofd, hij is mijn Heer, mijn Heiland. Dat heb ik allemaal later, heb ik dat geleerd. Maar ik heb geen geschiedenis in de Bijbel met God, met een tabernakel, een tempel. En dat heb ik allemaal niet als heiden zijnde, in deze bedenkende genade. Maar je ziet het, en ze moesten natuurlijk geloven in de opstanding. Daar ga ik niet heen, dan wordt het te laat. Want dan moet je naar 1 Petrus, spreekt hij ook over dat God heeft hem uit de dood opgewekt. Ik zal de tekst geven, dus 1 Petrus 1 vers 18 tot 21 en 23. Maar kijk, goed opletten. Kijk even hier in hoofdstuk 3 vers 9, wat staat daar? Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dus ja, je zal het maar, dat is het woord der waarheid voor Jacobus, Johannes, de 12 stammen. Maar in welke tijd? De grote verdrukking. Ja? En ik heb vroeger verklaringen gelezen. Hij kan niet zondigen, want hij is tot God geboren. Nou, toen dacht ik, ga eens even, nu zeg ik, kijk eens in de brief van Efeze 4. He, zondig niet, lees je allerlei dingen. Nou, hij kan toch niet zondigen? Nou, ik kijk maar naar mijn eigen leventje. Dat kan ik niet ja of zeggen. Dus wat is dan de geforceerde uitleg? Nee, inderdaad. De nieuwe natuur van Jan Stelma, die kan niet zondigen en die oude natuur wel. Dat was de uitleg voor mij. Nee. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat heeft alles te maken met hoofdstuk 5 vers 18. Kijk. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, daar staat het weer, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Dat snappen we misschien nog niet. 5 vers 18. Hoofdstuk 1 Johannes 5 vers 18. Maar lees nou in de context, ga terug naar vers 16, wat staat daar? Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde, niet, dan gaat het weer over die zonde, niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal het hem leven geven. Degene zegt, die zondigen niet tot de dood. Maar let op. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal winnen. En dat is de zonde van 666. Inderdaad. Dat betekent dat iemand in de kleine kudde. Ja, dat is te ver. Maar als hij zondigt, maar ze zullen nooit deze zonde begaan. Als je eenmaal gelovig bent, zijn geest is in hun. De zonde tot de dood. Zullen zij niet kunnen doen. Daar worden ze voor bewaard. Dus dat betekent dat een kleine kudde liet misschien toch ook. Want de Heer Jezus zegt ook. Vlucht uit Jeruzalem. Maar als je in het Oude Testament leest. Zie je ook dat in Jeruzalem ook nog. Dat er ook nog gelovige Joden zijn. En die zullen dan onder het vuur toch omkomen. Dus ze gaan niet verloren. Dat niet. Nou, dus met andere woorden. Er zit heel wat achter. Maar je ziet hier. Dat als je het woord der waarheid hier snijdt. Hoe ga je dit uitleggen? Maar het is het woord de waarheid voor Jacobus, voor Johannes, voor de kleine kudde in de grote verdrukking. Maar niet voor mij, want als ik zeg, ja, ik kan niet zondigen. Er zijn mensen die zeggen dat ook, toch? Ik kan niet zondigen. Dat is niet waar. Dan houden wij onszelf voor de gek. Nou, laatste tekst is 2 Petrus. Kijk. Jacobus, die spreekt over het woord de waarheid. En we hebben een aantal dingen hierover gelezen. Maar zij moeten ook weten, straks als wij weg zijn, waar zij moeten lezen. En dat weten ze ook, want zij hebben ook de hele Bijbel. Want dat hebben ze namelijk, dat lezen ze ook in die Bijbel, in Petrus, 2 Petrus 3 vers 15. Want ja, de Heer Jezus is nog steeds niet gekomen voor Israël. En zegt, waar blijft hij? En dan zegt hij, Petrus weet nu maar door het komt. En achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Gelijkwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. En ik geloof zelf dat hij heeft gewoon aan hun geschreven een brief die hier niet in de Bijbel staat. Ja, maar waarin hij uitlegt. En Petrus weet dat, hij heeft daar gestaan in Handelingen 15 in Jeruzalem. Maar het staat aan hun geschreven heeft. Nou, Paulus heeft geen brief aan de kleine kudde geschreven, dat weten we. Nou kijk, gelijk ook, en dan zegt hij ook gelijk ook in alle zendbrieven. Dan spreekt hij over zijn brieven. Allemaal. Daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan. Ja, natuurlijk voor hun wel, met hun koninkrijksdenken.
die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Zie je het? Dus de kleine kudde weet dat van Paulus. En die weet nu wat het woord der waarheid is. Zij moet ook recht snijden. Zij moeten natuurlijk ook geen teksten gaan pakken uit de brief van Paulus. Van hun, dat doen ze ook niet. Want ze weten ook, het woord der waarheid is alles, maar niet de brief van Paulus voor ons in die tijd. En dat is wat ze lezen van Petrus. En dat wil niet zeggen dat je de rest van de Bijbel niet kan lezen. Want ze kunnen ook naar Galaten 2, dan zien ze, hé. Ze gaven hem de rechterhand van de en zo. En dan gaan ze het ook allemaal snappen. Maar dat komt omdat ze de sleutel hebben. Het woord der waarheid recht snijden. En dat hebben wij ook. En daardoor lees ik ook de rest van de Bijbel. En ik verblijf me erin. Maar ik begrijp het ook. Maar ik ga het niet op mijzelf toepassen. Want dan kom ik in de problemen. Nou, het is iets later geworden. Maar dit is het woord der waarheid. Kijk, en daarom is mijn onderwerp voor de volgende keer. Ik heb de waarheid. Ja, ik heb de waarheid. En dan zie je dat Paulus dat ook vertelt in zijn brieven. Je mag je daar gewoon, hoef je niet voor te schamen. Kijk niet om arrogant te zijn. Maar ik heb wel de waarheid. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken dat het woord duidelijk is en dat het ons veel kracht en blijdschap geeft, Vader. Wilt u ons ook sterk, ook in de aanstaande dagen, in welke situatie ook zijn. En dat vraag ik en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Nou, laten we nog een lied zingen met elkaar. Hè? Allemaal mannenstemmen, dus dat klinkt goed. Ik zal eerst dat ding even afdoen, want dat vergeet ik de laatste tijd. Ik vermag alle dingen. Ik vermag alle dingen.